Steven, je bent een enorme liefhebber. Vind je het nog steeds leuk om voetballer te zijn? Ja, het zal niet weggaan. Waarom? Waar geniet jij nu het meeste van, ook al gaat het nu wat minder met Feyenoord? Überhaupt dat ik op het veld mag staan. Er zijn mensen die er heel anders voor staan. En dat probeer je nooit te vergeten. Dus dankbaar dat je überhaupt voor Feyenoord mag spelen en dat shirt aan mag hebben. En op een podium als, zoals gisteren, de Europa League mag spelen. Met welk gevoel ben je vanmorgen wakker geworden? Ben jij een jongen die slecht slaapt na een nederlaag? Of? Ik slaap niet slecht, maar ik heb me wel eens beter gevoeld de laatste tijden. En ook vandaag. En hoe is dat onderling in de groep? Praten jullie veel met elkaar? Als je in het vliegtuig zit, gaat het dan over de wedstrijd van gisteren of de wedstrijd tegen Ajax? Hoe gaat dat? Ja, dat gaat nog wel over de wedstrijd van gisteren, ja. Wat is er gezegd ongeveer, wat je met ons wil delen? Ja, je hebt het onderling over hoe dat op een gegeven moment zo loopt. En je geeft zo makkelijk 2 penalties weg dat je jezelf nooit de kans geeft om in zo'n wedstrijd te komen. Dan krijg je een beetje het verhaal wat wij hier hadden tegen Porto, waarin wij met man en macht voorsprong verdedigen en Porto niet in staat is om een doelpunt te maken. En dat waren wij gisteren en begon ook heel slordig. Maar ja, door die 2 penalties help je jezelf nooit in de wedstrijd. Nee, en daarna heb je wel veel balbezit, maar echt veel goede kansen creëer je niet, hè? Nee. Hoe komt dat? Hoe zie jij dat? Ja, het stokt tot de laatste 20 meter, denk ik, vanaf de goal. Komen we door via de zijkant, hebben we misschien te weinig bezetting voor de goal. Eerder misschien toch schieten, doelgericht zijn. En daarin kijk je ook naar jezelf. Je moet leveren. Dan heb je nu een wedstrijd die niet de makkelijkste is. Laatste overwinning, ik zal geen quizvraagje doen, maar 2005, lang geleden. Ja. Dan zoek je altijd naar iets positiefs. Wat is het positieve waar je aan kan vasthouden? En Jaap, ik stelde ook die vraag straks voor jou, daar kan je vast nadenken. Nou, daar hoef ik niet over na te denken. Maar Steven, eerst, wat is het positieve waar je aan kan vasthouden? Nogmaals, dat ik die wedstrijd mag spelen. En dat we als team zijnde in elkaar moeten blijven geloven. Vanaf morgen denk ik een plan gaan maken richting die wedstrijd. En dan laat je gewoon weer op. Bos vooruit en dan ga je ervoor. Een ander plan? Sorry? Een ander plan? Of wat? Ik maak ieder wedstrijd een plan waar je kan profiteren van de zwaktes van de tegenstander. En probeer je eigen sterktes te benutten. Dat zal zondag niet anders zijn.